Ze zitten bij de schuldhulpverlening. En wat zegt WoonPlus? Ja, je moet ventileren. Na ons item over de schimmel in de huizen van de staatsliedenbuurt hebben we veel meer reacties ontvangen uit Schiedam. Zoals van het AOV die al jaren met dit probleem aan de gang is. WoonPlus huurders van de flat aan de Diepbrokstraat in Groenhort hebben ook last van schimmel en een heel koud huis. Problemen zijn dus de schimmel, het vocht, de kou in huis. En je kan je verwarming op 5 zetten, vooral 's avonds. En als het een klein beetje kouder wordt. Nou, het is net alsof je in een tochtig bushokje zit. Het wordt niet warmer dan 17 graden. En dan staan de verwarmingen op 5. En heeft u dan ook veel last van vocht? Ja. Waar vooral en hoe merkt u dat? Nou ja, in de douche en het duurt heel lang voordat de was droog is. En dat zijn allemaal, ja, en in de keuken beslagen ramen, schimmel op de ramen zelfs. Dat het, het houtwerk en zo, je kan blijven soppen en zemen. Wij zijn achter de schermen sinds zeg 2019, 2020 druk bezig om individuele klachten die bewoners hebben richting WoonPlus op te lossen. Dat doen we dan meestal in overleg met WoonPlus. En daarin zijn we wel redelijk succesvol geweest. Bij die klachten waren er ook klachten bij de Albertastraat, bij de Johan de Wit single, bij de Schimmelpenningstraat. En dat ging met name dan over klachten van schimmelvorming. Ik ben er geweest, ik heb er foto's van gezien en dat was schrikbarend. We hebben dat ook aangekaart binnen WoonPlus en daar wordt dan gezegd van ja, die mensen die ventileren niet, die moeten ventileren. En toen heb ik aangegeven, nou dat hoeven ze niet te doen, want die woningen zitten vol kieren en gaten. Nou, de oplossing was, je krijgt een product om het schimmel te verwijderen, je krijgt een blikje witkalk en zoek het dan maar verder uit. Op enig moment, het was een paar weken geleden, zag ik dus op een gegeven blik de reactie die Denk heeft gekregen. Denk is ook bezig geweest in de staatsliedenbuurt. En de reactie van WoonPlus was, dat is ons niet bekend. We weten het niet. Ja, toen viel ik eigenlijk van verbazing van mijn stoel. Want ze wisten het wel. Ze hadden het kunnen weten. Ik heb ze foto's laten zien. Ik heb de schrijnende situaties laten zien van de mensen waarin ze verkeren. Op enig moment kwam het dus ook klachten binnen bij de Diepenbroekstraat, waar we hier vlakbij in de buurt staan. En er waren bewoners die hadden geklaagd bij WoonPlus. Die werden op een denigrerende wijze behandeld, respectloos behandeld. Er werd ook aangegeven, dan moet je maar ventileren, het is je eigen schuld. En hoe lang heeft u daar al last van? Nou, ik woon hier 233 jaar. Ik denk wel zo'n, ja, het is natuurlijk met een kleine beetje begonnen. Ik denk wel zo'n 30 jaar. En dan zeggen ze, joh, gaat dan verhuizen. Maar ja, ik heb daar geen geld voor. En zo zijn er veel mensen die hier dus vastzitten, doordat ze dus niet hier weg kunnen. Ik heb hier dus eigenlijk 3 woningbouwverenigingen meegemaakt. Ze hebben allemaal beloofd dat het gesloopt wordt. En dan wordt er gezegd van, ja, wij doen niets aan de woningen. Want in verband met nominatiesloop. Heeft u al hierover contact ook opgenomen met WoonPlus? Oh jee. Maar ze zeggen tegen iedereen wat anders, hè? Hoe bedoelt u dat precies? Tegen de een zeggen, nee hoor, het gaat niet tegen de vlakte. Het wordt niet gesloopt. En tegen de ander zeggen ze 2026. En mensen die hier pas komen wonen, daar wordt tegen gezegd van, u kunt hier nog wel wat wonen, want het wordt 6 tot 10 jaar voordat we gaan slopen. En zo zijn er zoveel verhalen die dus de ronde doen. Er zijn een aantal mensen die druk bezig zijn geweest om te inventariseren wat er aan de hand is. Ik heb hier een map met allemaal reacties van mensen. Die mensen zijn bang om hun naam te noemen. Want ze worden sowieso niet gehoord. Ze worden onder druk gezet, maar ze zijn ook bang. Bang voor de gevolgen op het moment dat ze gaan klagen. Maar we hebben hier lijsten. Lijsten van mensen die op een gegeven moment last hebben van die schimmelvorming. Maar niet alleen die schimmelvorming is een probleem. Het feit dat het niet geïsoleerd is, is een probleem. Dat betekent dat in de winter zitten ze met jassen aan. Ja?
Ze krijgen stookkosten. Ik heb verhalen gehoord van mensen die krijgen een afrekening van de stookkosten van 1500 euro, 1700 euro. Terwijl ze het al niet breed hebben. Ze zitten bij de schuldhulpverlening. En wat zegt WoonPlus? Ja, je moet ventileren. Ja, dat gaat er bij mij niet in, echt. En dit is niet alleen de schimmelvorming is een probleem, maar ook het onderhoud. Er wordt helemaal niks gedaan bij die woningen. De ene werknemer van WoonPlus zegt, ja, we doen er niks aan, want het wordt gesloopt. De andere zegt, ja, het is je eigen schuld, je moet ventileren. De ander zegt, ja, het wordt voorlopig toch niet gesloopt. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Door nu wat meer in de media en de publiciteit te treden, ermee naar buiten te treden, dat het ook dat de kans op verandering groter wordt hierdoor, dat WoonPlus misschien wat gaat doen? Ja, dat hoop ik wel. Wat we ook verder gaan doen is, al die informatie die we hebben, brengen richting HOU. Die dan zegt van individuele klachten, daar doen we niks mee. Maar nu dat we 35, 36, 37 klachten hebben, dat is niet individueel, dat is collectief. Daar moeten ze wat mee doen. Dus zij moeten op een gegeven moment ook ter strijde trekken richting WoonPlus om te zorgen dat die bewoners hun rechten krijgen. Dat ze woongenot krijgen. Dat ze weer met plezier in Schiedam gaan wonen. Dat ze niet zeggen, ik wil hier graag weg. WoonPlus liet dan Schier weten dat ze de reacties vanuit hun meldpunt eerst afwachten.